dit is mijn outfit. Ik ben helemaal losgegaan op het podium. Bovenop nog 180 euro. En toen maakte ik hem wakker. Kusjes geven. Nou, weet ik ook eens hoe dat voelt. Wat als ik nooit meer iemand vind die bij me past? Eww. Hoezo heb je hem gelaten? Nog altijd eventjes. Oeh, shit. Dat ik echt even op een gegeven moment iets had van, ho. Deze gaan we naar de shutten. Want ik heb dit blootliggende tandhals en daar mogen ze echt niet aankomen. Deze ga ik wel echt zelf houden. Ik vind het denk ik de leukste flair. Het is toch te grappig dat ik op een date ga. Daar heb ik op het einde een beetje een psycho te zijn. Dat zijn tot nu toe mijn dateverhalen. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik begin de weekvlog nu pas omdat ik gisteren ziek was. En ik voel me vandaag echt 10 keer beter dan gisteren. vergeleken met gisteren voel ik me echt top. Vanavond hebben we dus bonte avond met allemaal optredens van kinderen van groep 1 tot en met groep 4. Superleuk. En ik zit niet echt in de commissie, maar ik ga dus helpen meteen na schooltijd bij de repetities van 2 tot 6. Ze hebben heel veel optredens dit jaar, het is een jubileumjaar, 35 jaar. En dan moet ik de avond ook, wat ik bij de repetities heb gedaan, ook in de avond doen. Dat is tot 10 uur, dus ik ben heel lang weg. Ik ben het wel zielig voor Bolly. Die is gewoon 14 uur minstens alleen. Misschien wel langer. Ik hoop gewoon dat ik genoeg energie heb en zo. En ik twijfel nog heel erg over de outfit die ik aan doe, dus ik heb van alles mee. Want het moet de jaren 80 stijl zijn. En ik had wel iets, maar dat had blote benen. De een aan wie ik het vroeg zei, gewoon makkelijk. En de ander zei, nee, dat is echt te bloot. Dus we'll see. En ja. Jongens, de dag was echt fantastisch. Ik voel me helemaal niet meer ziek. Ik was helemaal hyper vandaag. Ik heb net de hele repetitie gehad. Ik ben nu omgekleed. En dit is mijn outfit. Ik denk serieus dat ik de beste avond van dit jaar heb gehad. Ik weet niet wat er aan de hand is bij mij, maar ik vind dit dus zo geweldig. Ik ben helemaal losgegaan op het podium. Ik heb allemaal dingen gedaan waarvan ik niet eens wist dat ik ze zou gaan doen. Ik ben zo trots op al mijn kinderen. En ik vind dit echt... Dit was zo leuk. Het waren 28 optredens. En ik had nu natuurlijk ook nog mijn kinderen van vorig jaar. Dat was nog leuker dan vorig jaar. Toen had ik pas 1 klas gehad en nu al 2. Ik heb zo genoten. Ik heb echt... Ik moest alles op het podium zetten en zo. En de kinderen deden het aangemoedigd en meegezongen. En ik stond elk liedje mee te zingen. Want ik ken op een of andere manier elk liedje aan mijn hoofd. En ik vond het echt geweldig. Ik heb gewoon van 2 tot 9 lopen lachen. Alleen maar lopen lachen. En dit zijn mijn scrunchies die ik aan collega's had geleend. Ja, het was echt geweldig. Een coole look dit. Ik heb ook nog iets op mijn hoofd. Het staat wel leuk. Die jasje heb ik dus bij de koelkrat besteld. En ik moet nog 9:45 slapen. En ik moet ook nog even Bolly eruit halen en nog naar huis rijden. Maar en ik moet nog eten. Mijn salade staat hier nog. Nee, ik ga even terug, want die wil ik halen. Ja, ik kan het niet uitleggen, jongens. Jullie hadden het moeten zien. Maar ik was echt, ben nog nooit zo in mijn element geweest. Ik vond het helemaal fantastisch. Ja. Hallo allemaal, het is nu woensdag. Ik heb echt heel vast geslapen. Niet eens zo heel kort, 7,5 uurtjes of zo. Maar gisteren natuurlijk heel kort, ik ben heel moe. Maar we vandaag studiedag. Ik zou even in de wc. We hebben net heel leuk een uur lang van de muziekjuf een hele les gehad. Ze hebben kanon gezongen en dingen. En iedereen is helemaal wakker en vrolijk. Dus dat is heel erg leuk. En het licht is hier erg prachtig. En nu gaan we koffie drinken en dan gaan we zo weer allemaal dingen doen. Zo, hallo, hallo jongens. Ik ben thuis. Het is al 5 uur. Iets later dan verwacht. Het was best wel een pittige dag. Wel leuk. De ochtend heel veel samen. En in de middag was best intensief, zeg maar, de ochtend. En in de middag moest je nog zelf ook best wel veel doen. Dus ik ben best wel moe. Dit ben ik. En nu ga ik heel eventjes douchen en koken en zo. Want vanavond moet ik weg. Want ik ga een drankje drinken in de stad. Want morgen ben ik vrij. En eerst zou ik het zaterdag doen. Maar we hebben besloten om het vanavond te doen. Dus ik weet niet hoeveel ik daarvan ga filmen. Maar ik zal mijn camera wel even meenemen. En ik was vandaag weer all black. Oh, dit moet nog even zo. Zie je? Het is veel leuker. En mijn schoenen. Echt leuk. Want steeds vragen mensen. Zijn ze nieuw? Omdat ze gewoon zo leuk zijn. Zijn een beetje nieuw. En ik ben nog steeds super blij met mijn kleed. Oké, zoals je kunt zien ga ik geen drankje meer drinken. We hadden het verplaatst naar zaterdag. Ik wilde wel, maar ja. Zaterdag is ook prima. Wauw. Hallo jongens, het is vandaag donderdag. De dag begon heel lekker, want ik heb eindelijk een huishoudelijke hulp gevonden. Via vriendin. En die was er om 11:30 en die is gebleven tot 2 uur. Echt heerlijk. Ondertussen ging ik, terwijl hij beneden bezig was, ging ik boven een beetje orders maken, wasje draaien, opruimen. Was super chill. En toen hij boven bezig was,
ging ik hier beneden even wat dingen doen die ik nog moest doen. Dat was echt top. Want ik wil eigenlijk als een schoonmaker komt van huishoudelijke hulp of een interieurverzorger, wil ik eigenlijk weg gaan voor die persoon. Maar op zich als hij boven is en ik beneden is het niet storend. En nou, dat was helemaal fijn. Toen zei ik breng je wel even naar de bus, want ik vond het anders een beetje zielig. Maar hij praat geen Engels, dus het was een beetje zo lastig communiceren. We stonden in de gang heel krap en dat was allemaal een beetje... Toen wilde ik vragen of hij even die vuilniszak voor me wilde tillen. Want ik wilde dingen naar de auto tillen, dozen en vuilnis en zo. En toen deed hij de deur achter zich dicht, denk ik. En had ik mijn sleutel dus in de deur gelaten. En toen ging ik, nadat ik hem had gewacht, even naar de Maxis. Want ik wilde skinfood crème halen die ze niet hadden. Toen zei mijn moeder, hey, ik ben ook bij de Maxis. Want mijn moeder komt vandaag, die is er nu dus. En toen dacht ik, ik geef jou alvast de sleutel. Kan jij vast naar mijn huis? Want ze was eerder. En toen dacht ik, oh nee, ik heb mijn huissleutel niet. Toen raakte ik helemaal in paniek. Toen belde ik een slotenmaker. Die was ontzettend duur. Het was tussen de 190 en 220 euro om schadevrij open te maken. En als dat niet lukte, kostte me het daarbovenop nog 180 euro om het slot open te breken. En een slot vervangen of zoiets. En omdat het een schuifslot, trekslot is, was het nog duurder. En ik kon me helemaal geen zekerheid geven en het duurde een uur. Toen zei ik, ik ga even overleggen. Nou, toen ging ik met mama allemaal ideeën bedenken. Zij zei, ik heb een sleutel van jou thuis liggen. Maar op internet stond dat je een deur nooit open krijgt als een sleutel aan de binnenkant zit. Want mijn sleutel zit aan de binnenkant van mijn deur. Dus toen dachten we dat zonde van de tijd. Want ik moet mama nu even helpen met iets monteren voor haar werk. En er komt straks een singlemonteur. En als ik er niet ben, kost het ook 35 euro. En van Weekamp wordt wat opgehaald. En we moesten gewoon naar huis. Dus ik zei, laten we dat maar niet doen. En toen heb ik een monteur gebeld. Een hele aardige, gelukkig met zijn zoon. En dat kostte 85 euro. En toen kwamen we erachter dat je de deur wel open kunt krijgen. Als de sleutel aan de binnenkant zit. Dat waren hele aardige mannen en ik gun ze hun geld. Maar het is wel eventjes pittig, 85 euro. Terwijl, ja, ik de sleutel gewoon had. En hem dus zelf had kunnen openmaken. Heel dom. Ik was zo in gesprek dat ik dat dan dus totaal vergeet. En ik heb dan even geleerd om daar nu niet van te gaan balen. Want ja, weet je, het is gebeurd. Leuko. Ja. Nu is mama er. Ze is even naar de auto lopen met een parkeervergunning dingetje. En dan ga ik haar dus even helpen. Jee. Oh, het is wel heel vroeg nog. Het is nu 5:30. We zijn nog steeds bezig. Het is heel veel werk. Mama kan het inmiddels een beetje zelf. En ik heb het dus gekookt. Super lekker. Dit is chili sin carne. Dus chili con carne zonder vlees. En zelfgemaakte guacamole. En mama die moet straks thuis eten. Terwijl ik wel voor twee personen eten heb. Maar ik eet het gewoon lekker morgen nog een keer. Ik denk, waar blijft mama nou? Want ze ging vanzelf naar de auto brengen. Want ze is aan het wachten tot haar filmpje klaar is. Is ze hier dus de tuin aan het schoonmaken. Aan het opruimen. Het is ook wel heel erg hoeveel afval er hier wordt gedumpt. Maar mama die is het nu aan het opruimen. Is toch geweldig. En dan gaat het naar de prullenbak gooien. Grappig, ja. Geweldig, ik hou er dus wel van. Iemand zegt, die zegt, dus het irriteert me dat hij er dan dus wat aan doet. Daar hou ik echt van. Hallo allemaal. Ik ben vandaag, ik durf het bijna niet meer te zeggen, heel moe. Dus ik heb zin in het weekend. Kinderen hebben nu gym. Ik ga even mijn camera ergens neerzetten. Want ik ga dus mijn les filmen. En het vanmiddag dan bekijken met mijn begeleider. En daarna meteen weer de beelden verwijderen. Dus ik moet even een plekje zoeken. Ik denk hier ergens. Hey jongens. Ik film soms echt te veel. Die kleine dingetjes niet. Ik wou even zeggen dat ik zo blij ben met mijn ochtend. Bolly is echt super lief. Hij roept nooit. Maar ik ging best wel lang uitslapen. En toen had ik al een paar keer geplast. En dat hoort hij. Toen ging hij wel zo heel zacht een beetje naar me roepen. En toen maakte ik hem wakker. Kusjes geven. Gaan we samen even plassen. Toen ging ik druiven eten. Ging hij ook druiven eten. Ging hij lekker douchen. TV staat aan, wat ik heel chill vind. Dat ik niet meer alleen Netflix en zo aan kan zetten. Maar gewoon... Maar het is heel gek omdat ik het heb gewassen. Maar gewoon lekker, weet je, gewoon geluiden op de achtergrond. Ik ben een beetje aan het opruimen weer. Ik ga nu lekker een ontbijtje maken. En ik heb de hele dag lekker niks. En dan ga ik vanavond drankjes doen. Gisteren heb ik ook drankjes gedaan trouwens. In het zonnetje na mijn werk. Echt iedereen had iets van, oké, we gaan lekker vroeg weg. Enige mooie dag sinds tijden. Dus dat was ook super gezellig. En ja, ik ben blij. Ik heb echt heel lang uitgeslapen. Want ik was natuurlijk maandag ziek. En toen dinsdag helemaal hyper. En
woensdag studiedag, dus ik heb echt niet kunnen uitzieken. Dus vandaag was wel even lekker en morgen op zich ook nog. Vanavond drankjes doen, superleuk. En yes, dus ik ben helemaal voorbereid. Heeft de persoon in kwestie alweer afgezegd, net als woensdag. Helemaal mijn best gedaan. Nou, weet ik ook eens hoe dat voelt. Ik ben super moe. Helemaal alles voorbereid zodat ik niet moe ben en helemaal leuk ben vanavond. En dan word je gewoon een seconde van tevoren afgezegd. Daar gaat mijn hele zaterdagavond, die me zo dierbaar is. Oké, nou, een vriendinnetje van mij, Michelle, is aan het werken op Rembrandtplein. Dus ik ga daar nu heen. En ik ga gewoon met de auto, denk ik, want ik hoef niet te drinken. En met de auto ben ik volgens mij goedkoper uit mijn parkeerkosten dan met de Uber. Ik laat mijn camera thuis, want dat is heel veel gedoe. Maar ja, ik zet het wel op Instagram. Oké, jongens, ik ben thuis. Ik was echt precies om 2 uur thuis. Het is nu al bijna 2:30. Ik heb echt een 1/2 uur op de wc gezeten. Zo ben ik dan. Dan ben ik moe. Dan ga ik op de wc zitten. Nu ga ik even lekker make-up eraf halen. Tanden poetsen, lekker slapen. Ik ben dus met de auto gegaan. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Maar ik heb dus met 2 vriendinnen uiteindelijk afgesproken. Eerst met de een, toen met de ander. En ik drink toch eigenlijk nooit. Dus ik heb een rood wijntje gedronken. Verder een tomatensap. En echt, ik zei echt ook van, ik moet dit altijd doen, weet je. Gewoon lekker met de auto gaan. En nu reed ik dan alleen. Dan had ik niemand in de auto. Maar ook als ik de Bob kan zijn of zo. Ik hoef toch geen alcohol. En het is zo relaxed dat je gewoon lekker in de auto kan stappen. Dus nou, ik ben bijna alsnog gegaan, man. Dus het is wel echt heel jammer dat ik niet echt iemand heeft me niet laten zitten. Want ik zat er nog niet. Maar ik was zeg maar al op het punt om weg te gaan. Dus ja. Oh, haarpijn. Echt jammer, want ik bereid het echt voor, weet je, als ik iets bedoeld ga drinken. Dus, ja. Ik wist eerst niet eens of ik eigenlijk met jullie wilde delen dat ik dat ging doen. Maar, ja. Oké, ik ga lekker slapen en vanmorgen heb ik dus niks gepland, want ik wist niet hoe de avond zou lopen vanavond. Maar ik kijk morgen wel even of ik nog iets ga doen. Doei! Hey jongens, ik voelde me vandaag echt niet helemaal gelukkig, niet helemaal happy. Misschien ook een beetje door gisteren, maar mijn BH schijnt heel erg door. Ik twijfel of ik dit busje leuk vind. En onverwachts kan ik eventjes een drankje doen en eten bij een vriendin, dus dat is wel heel erg leuk. Ik weet niet of ik dit busje helemaal leuk vind. Even wisselen misschien. In ieder geval, ik heb dus gewoon even zo'n moment van, ik vond het echt heerlijk vrijgezel. En nu komt het even moment dat je denkt, oké, ga ik ooit nog wel een ander vinden. Niet op dit trouwens. Wat een dag vandaag. In ieder geval, ging ik natuurlijk door de fase van verdriet heen, om je relatie. Toen eventjes de fase van heerlijk doen waar je zin in hebt. En nu komt de fase van, wat als ik nooit meer iemand vind die bij me past. Ah, ik lach nu wel, maar ik voel me vandaag echt zo. Oh. Maar ik ben ook gewoon nog steeds moe en niet uitgeziekt. Ik was natuurlijk maandag ziek, maar dinsdag heb ik echt super hyper gedaan. Maar goed. Nu lekker drankje doen. Wij gaan koken. Weten jullie trouwens een truc hoe je zoete aardappel kan snijden? Want ik kom er echt niet doorheen. Zie je dat ik het echt mijn best doe trouwens? Maar het lukt me echt niet. Hoe is je weekend? Zegt iemand. Wie? Jill. JJJ. Eww. Hoezo heb je hem gelijk? Nou jongens, we hadden op een terrasje gezeten en nu gaan we dus koken. Ik heb een HelloFresh gerecht mee en ze heeft hier dus een HelloFresh gerecht. En dan gaan we dan met z'n drieën van eten, dus dat is wel chill. En we hebben... Ik ga dus dit eten. Hey, nu promote ik HelloFresh. Dat is wel aardig. Dus ik ben weer thuis. Het is al 9 uur. Het was super gezellig. Ik kon natuurlijk weer niet echt wat filmen. Ik heb lekker deze pyjama aangetrokken trouwens. Hij is wel echt onder de kreukels. Maar omdat het nu niet meer zo... Ik had net weer even een filmpje geplaatst op story met mijn outfit, met het rokje. En dan kreeg ik weer allemaal hele lieve reacties van, het ziet er goed uit. Maar dat komt echt doordat dat rokje, ja, het bovenste stuk van je benen natuurlijk bedekt. Ik wou wel dat ik nooit echt kan filmen hier. Ik ben trouwens zo blij met mijn huisje. Het is echt, echt blij mee. Ik ben best wel moe weer, nog steeds. Dus ik ga lekker op bed naar bed. En ik zie jullie volgende week vlog weer. Ik heb gewoon even niet heel veel beeldmateriaal de afgelopen weken. Ik kan er niks aan doen. Blij dat je in ieder geval nog steeds kijkt. En ja. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En vandaag heb ik trouwens een stagiair van middelbare school. Die nu 2 weken met me meeloopt. Dus ik ga nu ietsjes eerder naar mijn werk. En
Natuurlijk ben ik moe, ben ik altijd, maar vooral op de maandag. Ik slaap altijd heel slecht op zondagnacht, gewoon elke zondagnacht. Echt irritant. Toch een beetje zo'n ritmeprobleempje, denk ik. Ik heb dit weer aan. Ik had een t-shirtje aan, want ik heb het een beetje heet. En volgens mij is het best prima weer vandaag, maar de app zei van niet, dus ik weet niet. En weer dit eroverheen. En ik ga nog even deze scrunchie in mijn haar doen. Deze is net in de kooi. En even kijken. Eten mee. Broodje met kaas. Ik heb helaas geen komkommer. En dan dit met mijn muesli. En voor de zekerheid neem ik nog altijd eventjes... Oeh, chips. Zo'n bar mee. Of een naked bar of een body and fit bar. Goedemorgen allemaal. Ik ben vandaag echt super vrolijk opgestaan. Kom op, rijd door. Ik voelde me echt veel minder ziek. Gisteren heb ik niet gefilmd, want ik was echt heel erg ziek. Ik heb wel gewoon gewerkt en zo, maar ik voelde me echt niet normaal beroerd. Gisteravond lekker gechilled. Laat trouwens weten of je het fijn vindt als ik dus dan niet film op zo'n moment. Ik dacht, misschien moet ik dat maar gewoon een keer niet filmen. Ik heb ook nu een week vloggen al 4 dagen klaar zijn om te uploaden. Maar ik denk, ik ga hem niet uploaden, want dat is dus de vlog waarin ik eigenlijk zeg dat het gewoon niet zo goed gaat en dat ik ook meer rust moet nemen. Maar omdat ik al zoveel weken roep dat ik me niet lekker voel, worden mensen er gewoon gek van. Dus ik denk dat ik die niet eens meer ga uploaden. Dat ik die week er gewoon uithaal. En loop ik ook wel minder achter. Maar nu voel ik me dus echt beter. Weet je wel, dat je voelt dat de ziekte uit je gaat, de griep. En echt zoveel collega's hebben het ook. En het heerst heel erg. Dus ik ben heel blij dat ik dat voel. Het is ook super mooi weer vandaag. Echt zo fijn. En ik kan vandaag ook gewoon lekker 2 keer naar buiten, want we hebben geen gym of iets. Dus dat ga ik lekker doen. En verder zat ik wel te denken dat mijn weekvlogs op het moment heel saai zijn. Omdat ik dus wat een beetje rust heb genomen. Omdat ik echt even op een gegeven moment iets had van... Ho, mijn lichaam geeft echt signalen af. Waar ik even heel erg goed naar moet luisteren. Daar had ik het met Lotte en Lynn over gehad toen. En dat had ik toen met jullie gedeeld. Maar dat heb ik, als het goed is, dus niet geüpload. Maar daarom doe ik even wat rustiger aan. Ik ben ook heel weinig met mijn webshop bezig. En... ja, ik plan niet echt heel veel in. Dus mijn vlogs zijn een beetje saai. Maar ja, misschien plak ik wel heel veel even achter elkaar aan. Zodat ik ook weer niet zo erg achterloop. Maar deze week heb ik ook echt nog niks op de planning staan. En steeds als ik iets doe, kan ik het niet echt filmen. Omdat het mensen zijn die niet in de vlog willen. Dus nu ben ik lekker bijna op mijn werk. Ik heb dus een stagiair. Dat is wel super gezellig. Bleek dus de dochter te zijn van een gitaarleraar. Waar ik ooit mee heb gezongen en opgetreden. Echt super grappig. Dus dat is fijn. Gisteren waren er ouders in de klas. Ik kwam kijken. Dat was ook super leuk. Dat hebben we nu dus 2 weken lang. En verder heb ik op mijn werk ook niet echt leuke dingetjes nu om te filmen. Omdat het nog heel erg hetzelfde is als wat ik laatst heb gefilmd. Dus een beetje weinig. Maar goed, komt wel weer. Hallo, hallo. Het is nu 3:55 en ik ben bij de tandarts. Dus ja, ik had even een gesprek van 1,5 uur. En toen ging ik eigenlijk meteen alweer weg. Dus niet heel veel kunnen doen, maar hoeft ook niet... Sorry, hoeft ook niet heel veel te doen. Wow, er zijn zoveel collega's trouwens aan het hoesten, niet normaal. Ik hoop niet dat ik heel erg hoest in de tandarts. Ik ben een beetje bang. Want ik heb dus blootliggende tandhals en daar mogen ze echt niet aankomen. En in mijn kiezen, al jaren, zo gevoelig. Als je erin prikt, word ik echt, krijg je zo'n zenuw. Dus ik ben een beetje bang voor de tandarts sinds een paar jaar. Ik hoop maar dat ik geen gaatje heb, want ik ben echt een hele erg aansteller daarmee. Nou, 5 minuten wachten om vervolgens 2 minuten geholpen te worden. Echt zo kort. Ja, elke keer krijg ik dezelfde vraag. Eet je veel zuur? Maar dan denk ik, jongens, dat glazuur dat slecht is, dat heb ik altijd al. Het wordt niet erger. Ik krijg elke keer dezelfde vraag, weet je wel? Dan denk ik, dat vraag je elke keer. En knarsje, want het is hier gesleten. Dan denk ik, dit is al meer dan 10 jaar zo dat dit afgesleten is. Dus ja. Het wordt niet erger. Dus, maar goed. Geen gaatje alweer. Ik heb dus hele gevoelige tanden, maar nooit gaatjes. Dus dat is wel fijn. 1 keer gaatje gehad. En nu ga ik even naar de supermarkt. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ga nu naar mijn werk. Het is vrijdag, bij de weekend. Zin in. Het wordt super mooi weer. En ik heb weer deze auto staan. En deze shirts zijn trouwens weer binnengekomen, dus ik kon ze nog 2 keer bestellen. Ik was zo blij, maar ze zijn er bijna op. Vandaag weer ouders in de klas die komen kijken. Ik heb weer mijn stagiair en ik ga lekker met je bij tijd naar huis. Er zijn net weer nieuwe spullen binnengekomen en dit is de status. Hallo. Ik heb even net mijn gezicht weer ingesmeerd met
Het werkt zo goed, jongens. Kijk hoeveel beter het gaat. Skin food. Ik laat het even jullie zien. Deze. Hij is ook gewoon bijna leeg al. Hij is echt geweldig. Ik heb ook deze. Als ik hem minder vet wil. En deze. En dit is echt mijn nieuwe levensmiddel. Maar het kan dat het na een tijdje niks meer doet voor je huis. Maar goed. Oh, ik heb net zo'n leuke story. Waarom doe ik dat steeds? Oké. Ik moet dat niet steeds op mijn mobiel doen. Maar ook eens een keertje weer op de camera. Maar dat zijn van die kleine dingen. Kijk. Kijk hoe leuk. Dit heb ik nog niet geshoot. Maar ik ging het even passen. Ook gisteren. Heel leuk. Kijk. Deze playsuit. En. Waar is die? Heel leuk is die. Kijk. Ik vind deze zo sexy. Kijk hoe sexy dit staat. Nieuw. Geweldig, hè? En nu heb ik dus... Kijk, ja, het is echt een drama hier. Baby shirt binnen. Nieuw shirt Weekend Beverly Hills. Geweldige brillen. Oh, wow. Toen ik deze zag, werd ik heel gelukkig. Ik heb je. Kijk dan. Ik kan niet wachten. Ik moet deze hebben. We hebben zwart en bruin. Er waren er dus nog maar 3 van elk. Ik hoop zo dat ze opnieuw terugkomen, want dit is echt geweldig. En ik had een story gevraagd of mensen deze leuk vonden, dus die heb ik ook besteld. En dat was het voor nu. Ik probeer het niet meer te veel te laten zien, want sommige mensen vinden dat ze niet leuk. Deze broek is er dus ook weer. Ik vind deze zo geweldig. Ook bij mezelf vind ik deze eigenlijk heel leuk zijn. Het shirt is helaas een beetje klein. Ik heb nu namelijk een L aan. Dus dat is wel jammer. Maar alsnog is hij heel erg leuk. Maar dit is echt voor mij te klein. Jammer zeg. Dit wist ik niet, maar ik wilde hem toch wel bestellen voordat ik hem had gezien, omdat ik hem zo leuk vond. Maar dit is amazing. Deze ga ik wel echt zelf houden. Ik vind het denk ik de leukste flirt qua hoe die bij mezelf staat in ieder geval en qua lengte en zo. Dit is een ML en deze past wel. Ik vind dit echt heel leuk. Heel veel mensen vinden trouwens zwart meestal leuk, maar ik vind vaak wit leuker. Ik hou niet zo van zwart. Maar hoe leuk is dit? Dit lookje ook. Dit kan ik dus ook gewoon shooten voor de webshop. Dat is wel heel leuk. Deze broek had ik namelijk met Suzanne alleen geshoot met een hele drukke trui. En het is wel heel leuk als je hem ook met zo'n rustigere look ziet. Super leuk. Hallo, hallo. Het is zaterdag en ik ga nu weer. Nou ja, ik ga op date. Zo noem ik het maar gewoon. Dat is het ook. Ik heb dus dezelfde outfit als vorige keer aan. Want ja, die ging toch niet door. En dan is ook nog iemand anders. Ik ga daar niet echt vloggen. Ik moet eventjes mijn haar anders doen, zie ik. Want ik lijk een beetje... kaal. Ik moet nu heel snel gaan. Ik moet ook nog mijn nagels lakken en dat ga ik even snel in de auto doen. Jongens, het is toch te grappig dat ik op een date ga. Ik ben stiekem heel blij dat het wel een beetje donker begint te worden. Want ik vind het ongemakkelijk als je je led hebt opgemaakt. Dat je dan een beetje veel make-up op hebt. En dat iemand dan denkt dat je echt zo'n make-up hoofd hebt. Denk ik dan. Het is altijd lekkerder in het donker. Vind ik gewoon fijner. Zo grappig dat ik op een date ga. Ik ben zo benieuwd. Ik ben echt in mijn leven zo weinig op een date geweest. En ja, nu al jaren niet natuurlijk. Ruben weet trouwens ook gewoon dat ik nu op een date ga en zo hoor. Dat is gewoon heel normaal. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar ik ben benieuwd jongens. Ik heb een camera wel in mijn tas. Maar aan het begin had ik steeds tegen mensen in mijn profiel gezet dat ik ook op YouTube zit. Maar ik had het gevoel dat mensen afknapt. Dus nu heb ik het niet verteld. Weet je, het is ook niet dat het een heel groot deel van mijn leven is. Dus het voelde niet... Ik wil altijd meteen alles eerlijk zeggen en zo. Maar ik dacht, ik verzwijg het maar even, want je kan een ander beeld krijgen dan wat het werkelijk is, weet je wel. Dus, ja. Oké, jongens. Nou, ik ben thuis. Ik ga niet te veel verslag doen, maar het punt was, ik heb het echt goed gedaan. Maar hij bleek op het einde een beetje een psycho te zijn. Ja, ik kan het niet echt kort uitleggen eigenlijk. Maar hij werd een beetje boos omdat ik niet met hem mee naar huis wilde, terwijl ik op dit ene niet met mee naar huis ga. En hij werd helemaal boos omdat hij dus liever een miljoen op zijn rekening heeft aan het eind van zijn leven zonder ooit echt genoten te hebben van drankjes doen en uit eten gaan. En hij vindt het heel erg raar dat ik meer dan 2 drankjes wilde drinken. Want dat vond hij zonde van zijn geld. En daar werd hij heel erg boos om uiteindelijk. En het was echt een heel creepy einde van de avond. En verder was de avond dus heel erg leuk. En hij zei dus al van tevoren van omdat ik ga verhuizen heb ik een moeilijke maand. Dus ik wil 50-50 doen. Toen stuurde ik al van oh dat wil ik sowieso. Echt, dat boeit me echt niet. Toen zei ik nog van, oh, maar ik wil... Want hij zei ineens, ik wil weg. Want toen wilde hij dus thuis verder gaan, wat hij anders te duur vond. Terwijl hij dus best wel een goede baan heeft en zo. Dus een beetje gierig, heel erg. En hij vond dan ook nog eens mij raar dat ik dus wel geld aan dingen uit wil geven.
Terwijl ik echt zeg maar van mijn vrienden best wel zuinig ben en altijd heel weinig drinken op een avond. Toen zei ik nog, ik wil ook best wel betalen, maar dat wilde die ook niet. Dus, maar hij werd echt een beetje boos, dus dat was gewoon heel erg raar. En ik vind dat je juist respect kan hebben voor iemand die zegt, ik ga niet met je mee naar huis. Dus heel creepy, wel jammer, want heb ik wel een ervaring gehad, maar of ik er echt wat aan heb, weet ik niet. Ik ben gewoon echt een beetje een soort van in de war, dat is echt heel vreemd. Maar dan weten jullie dat. En vorige twee keer heeft iemand afgezegd op het moment dat ik naar de date toe wilde gaan. Oh nee, één iemand heeft me ineens geblokkeerd. Dus dat zijn tot nu toe mijn dateverhalen. Dus dan weten jullie dat. Hallo jongens, het is vandaag zondag. En ik ga lekker weer net naar hetzelfde terrasje als vorige week. En ik heb nog steeds mijn andere camera, want ik kan mijn opladen van mijn ene camera dus niet vinden. En het was helemaal opgebroken hier, dus ik moet nu even opschieten. Even vragen welke bril jullie leuker vinden staan. Want ik vind dus bruine monturen altijd leuker bij mezelf. Maar deze hartjes vind ik misschien leuker. En zwart. Ik kan het nooit zo goed zien. Deze vind ik wel wat meer diva-achtig ofzo. Let me even know. Let me even know. Oké, nu moet ik even tempo maken. Ik ga denk ik voor deze. Zo leuk. Ik zocht dus al heel lang zulke brillen. En nu had ik ze dus gevonden bij mijn groothandel. Dus. Oké. We zitten. We hebben lekker sparrood. En ik heb dus echt een hele lekkere salade met zalm en mozzarella en pesto. En dit is een salade met kip. Echt lekker hoor. Ja? Jou ziet er ook lekker uit. Dit is smakelijk. Oké, ik had even twee lookjes meegenomen. Om te shooten. Dus deze gaan we naar shooten. Ik voel me even niet te hoog, want daar hangen foto's. Nu heb ik nog steeds dit shirtje aan. Dan met dit rokje. Ik heb nu deze flirt aan. Met het baby shirt. En die gaan we nu nog shooten. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En ik zie je hopelijk volgende week weer.